Hallo, mijn naam is Emma en ik heb een verslaving. Een make-up verslaving, ja. Hey allemaal, vandaag in deze video een Boozy Shop shoplog. Ja, zo is het. Jullie zullen misschien wel weten wat ik ga gekocht hebben, misschien, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het is niet zo'n hele grote haul, maar wel goede dingetjes. En ik wou ze graag met jullie delen. En ja, laten we gewoon erin vliegen en kijken wat ik allemaal gekocht heb. Yay! Ik ga gewoon beginnen met het product waarvoor ik deze shoplog gedaan heb. Of waarvoor ik eigenlijk een bestelling geplaatst heb. En dat is ook wat ik momenteel op mijn ogen heb. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik heb mooie glitter op mijn ogen. En misschien als je een vaste volger bent van mijn kanaal, dan weet je wel wat ik gekocht heb. Misschien. Ik heb het wel eens laten vallen in een video. Weet je het? Weet je het niet? Oké, geen probleem. Ik zal het jullie gewoon vertellen. Dit is het Revolution Abracadabra palet. Ik dacht eigenlijk oorspronkelijk dat het in een groen glitterdoosje zou zitten. Ik weet niet waarom ik dat dacht, maar het is dus zwart. Nog beter, nog mooier. Dus het is glitterig, zoals je misschien een beetje kan zien. Maar die buitenkant, ja, eigenlijk doet hij er niet toe. Het is gewoon het magische wat hier van binnenin zit. En ben je er klaar voor? Dit is een make-up orgasme dat je zo dadelijk gaat krijgen. Of toch, dat had ik. Oeps. Ja, dit zijn niet zomaar oogschaduws. Nee, dit zijn glitter. Pigments? Nee, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Pressed glitters. Dus glitters die eigenlijk in een oogschaduwpannetje geperst zijn. Maar het is echt gewoon puur glitter. En ik heb dus vandaag ook op mijn ogen dit kleurtje. Zowat een oranje look. Voor mij eigenlijk een klein beetje, ja, buiten mijn comfortzone wil ik niet echt zeggen. Want ik hou van kleur en zo. Maar ja, het is toch weer iets dat ik nog niet gedaan had. En oh mijn god. I love my look. Het was een beetje geïnspireerd op mijn nagels. Ik dacht, ja, wat ga ik vandaag aan doen? Wat ga ik vandaag van make-up doen? Ik heb dit aan, ik heb deze nagels. En dacht ik, ja, laten we gewoon een beetje oranje gaan. Want ik had deze glitter ook in het paletje zitten. En ja, dat is het dus geworden. En oh mijn god, ik ben zo curieus naar de andere kleurtjes. Ik wil gewoon elk kleurtje gebruiken en proberen. En oh, ik ben gewoon zo blij hiermee. En ik heb de twee andere paletjes van deze lijn. Dus je hebt drie paletjes van Revolution Beauty die zo van die glitters hebben. Ik heb het gouden palet, ik heb het rode palet en dan nu ook het zwarte palet. Dit is het palet met de meeste variatie. Het rode palet zijn zo wat rozige, rode, oranje-achtige kleurtjes. En dan het gouden palet zijn zo wat bruine, goudige, bronzy kleurige kleurtjes. En dit is eigenlijk het palet met de meeste variatie. Ik ben super blij dat ik dit heb. Ik ga hier... Ik denk dat ik alleen nog maar glitter ga dragen vanaf nu. Sorry. En als ik glitter draag, waarschijnlijk een van deze drie Revolution Pressed Glitter paletjes. En als ik dan toch dat palet bestelde, dan ja, kan ik het niet laten om nog een aantal extra goodies te kopen. Nog iets dat ik ook in Londen, dat is al een tijdje geleden, ben ik naar Londen geweest. Shoplog zal ik hier ergens aan boven linken. Daar kan je ook die twee andere paletjes die ik net heb laten zien, die glitterpaletjes, kan je die ook bekijken. Moest je daar interesse in hebben, uiteraard. Wat ik dus in Londen ook nog gezien had, en eigenlijk dacht ik dat het heel gimmicky was. En ik had ook een klein beetje van het product genomen. Ik had het op mijn hand gedaan. Maar meestal, het type product dat ik nu ga laten zien, is iets dat ik zelf nooit koop. Want ik weet dat ik het eigenlijk niet zo fijn vind. Dus ik had het zo gezien en ik vond de verpakking zo cute. En ik wou het product wel even proberen. Dus ik had eigenlijk het product opgesmeerd. En dan was ik eigenlijk verder gelopen. Was ik uit de winkel gegaan. En dan ineens voelde ik mijn hand. En ik had zoiets van... Wat is er gebeurd? Dit voelt zo zacht aan. En ja, ik was eigenlijk al buiten de winkel en ik wou eigenlijk niet meer terug. En ik had ook niet meer zo heel veel tijd. Dus ik heb eigenlijk niet meer teruggegaan om het product effectief nog eens te overwegen om te kopen. Maar het bleef zo wel achter in mijn hoofd zo malen. En wat is het product nu? Want ja, ik ben jullie allemaal aan het teasen en aan het teasen. En ik laat het maar niet zien. I know, sorry. Dat is dit. Oh, kijk, een gouden eitje. Oh.
Sorry, ik word enthousiast. Gewoon alleen al van die verpakking. Dit is van Tony Moly. Ik heb nog nooit iets aan Tony Moly geprobeerd. Het is een Koreaans merk. Don't shoot me. Ik weet het eigenlijk niet zeker. Maar het is dus zo een merk met zo superleuke verpakkingen. Ze hebben echt zo fijne, leuke, cute dingen. En dit gouden eitje, ja, dit zag ik in de winkel. Ik had dus van... En dit is eigenlijk een primer dat de make-up gaat... dus eigenlijk een primer eerder voor vette huid. Gaat de poriën dus... Een porievullende primer. Dat is het eigenlijk. Je moet dus eigenlijk een klein beetje aanbrengen en daarna dus je over... Oh, de plaatsen waar de poriën dus breder zijn en daar moet je dan de make-up over aanbrengen. Dit is niet het soort product dat ik meestal gebruik, want ik heb een heel droge huid. Maar ik heb wel hier en daar wat verwijde poriën. Ik denk dat veel mensen zullen zeggen, oh, ik zie geen poriën op je snoet. Ik zie ze wel. Maar dus dit, ja, ik ben heel curieus om het te proberen. Zal ik het even open doen? Ja, want ik kan zelf ook niet wachten om het vast te hebben. Oh, kijk! Sorry. En dan draai je het open. En het is meer verpakking dan iets anders. Want, oh kijk, het is zelfs geel en dan een wit randje. Oh, sorry, ik hou van beautyproducten die in mooie verpakkingen zitten. Uiteraard moet het product goed werken, maar cute verpakking vind ik ook altijd heel leuk. En dus ja, En hier zit de primer in. Ik weet niet of jullie het zien. Het ziet er zo echt zo in je poten uit. Ik ga hem nu niet... Ik heb ook lange nagels op dit moment, dus ik ga nog heel eventjes een beetje geduld moeten hebben. En ik ga die zeker uitproberen. Ik vind gewoon al, de verpakking krijgt van mij 10 op 10. Dit is zoiets, oh ja, ik ga het in mijn achtergrond zetten. Oh, kijk mee. Ja, waar ga ik het zetten? Zien jullie dat? Hier. Oh, zo leuk. Oké, sorry, hier ben ik echt helemaal blij van. Nu hopen dat het product op mijn snoet ook even goed werkte, als dat het op mijn hand werkt. Duimen daarvoor, we gaan ervoor duimen. Nog iets dat ik ook al bij verschillende andere YouTubers gezien had. En dit is ook iets dat ik eigenlijk al langer wou. En het is geen spannend product of zo, niet zoals de glitters en zo en het eitje. Nee, dit is echt een saai en basic product. Want dit is een Color Charge Stand. Wacht, wat is het? Ik begin gewoon te lezen zonder dat ik kijk naar wat er allemaal op staat. Dit is eigenlijk een Makeup Color Changer Tool. Dus een tool die je gebruikt om je kwasten tussendoor te reinigen. Als je dus verschillende kleurtjes gebruikt en je wilt eigenlijk je kwast niet echt reinigen. Je wilt gewoon de kleur eraf hebben. Dan kan je dus dit gebruiken. Het is zo eigenlijk een doosje. Ik ga het gewoon open doen voor jullie. Oei, ik heb dat niet goed gedaan. Ik ga het open krijgen hoor. Het is zo een doosje met zo... Maar fijn. Oké, we zijn er. Dus het is eigenlijk zo'n ijzeren doosje, weegt echt niks. En in dat doosje zit zo'n sponsje. En als je dus een make-up kwast gebruikt hebt, dan kan je zonder dat je die wilt wassen hier overgaan. En dan zou de kleur eraf moeten zijn. Uiteraard, dit is iets dat je enkel gebruikt voor jezelf. Je gaat niet dit gebruiken wanneer je anderen gaat opmaken. Want dat is niet echt hygiënisch. Maar als je dus je eigen kwasten heel snel wilt... Ja, de kleur eraf krijgen en hergebruiken, dan is dit een tooltje daarvoor. Dus dit wou ik eigenlijk ook al langer hebben. Dus deze heb ik ook gekocht. Dit kost minder dan 4 euro, 3 euro en zoveel. Dus 4 euro zullen we maar zeggen om af te ronden. Dus ik hoop dat het zijn 4 euro waard is. Dan kocht ik nog 2 foundations. De eerste foundation is degene die ik nu ook al heb geprobeerd. En op camera lijkt het ook altijd veel witter. Ik ben een bleekscheetje en ik heb ook de lichtste kleur meestal in de foundations. En heel dikwijls is de lichtste kleur zelfs nog een tikkeltje te donker voor mij. Maar deze foundation is dus al zeker niet te licht, niet te donker. Misschien aan de lichtere kant. Maar het is net zomer geweest, of het is nog zomer, hoe je het wilt interpreteren. Dus ik heb nog een klein beetje een kleurtje. Ja, ik zie ook rood, omdat ik ben iemand die hier
altijd heel snel rood wordt van de warmte, van excitement. Waarschijnlijk nu van excitement van al die nieuwe productjes. Dus nu is mijn gezicht zeker een beetje lichter dan mijn snoet. Maar het is dus een lichte foundation. En het is een foundation stick. Ik hou van foundation sticks. Niet iedereen houdt daarvan. Dit is dan Revolution, dus het is super budgetproof. En dit is de Makeup Revolution London. Wacht, nee, dat is het merk. Goed bezig, Emma. Dit is de Fast Base Stick Foundation. En ik heb F1, dus dat is de lichtste kleur die ze hebben. En ik moet zeggen, hij is super creamy. Ik heb zelfs het gevoel dat hij op dit moment een klein beetje gesmolten is van de warmte hier. Het is hier heel warm. Ik ben een beetje zweterig. Maar goed, dus ja, ik heb hem nu voor de eerste keer geprobeerd. Ja, ik kon het niet laten. Ik kreeg het pakketje binnen en ik wou direct make-up aanbrengen om deze video te filmen. Dus ja, ik dacht, ja, als ik dan toch een foundation moet smeren, kan ik beter ineens één van deze foundations testen. Dus ik heb deze getest. Dus ja, ik kan er nog niet veel over zeggen. Het eerste zicht, fijne foundation. Kleur is zeker licht genoeg. Dus als je een bleek velletje hebt en de lichtste kleur is meestal net iets te donker, dan is dit misschien eentje om naar te kijken. Ik kan nog niks zeggen over de houdbaarheid en over of hij voor een bepaald huidtype geschikt is. Het enige wat ik wel kan zeggen, dat is dat mijn contourkleur een klein beetje bleef plakken aan het product. Wat ik meestal niet heb bij foundations. Ik heb een droge huid, dus mijn huid absorbeert al het vocht direct. Waardoor ik dus eigenlijk zonder poeder meestal gewoon kan contouren, bronzen, blush aanbrengen zonder vlekken te krijgen. En ik had wel het gevoel dat deze klein beetje, de foundation dus, klein beetje het product vasthield. Waardoor ik toch iets meer moeite moest doen om te blenden. Maar dat is voorlopig alles wat ik van informatie kan geven. De tweede foundation die ik kocht, die heb ik eigenlijk al gehad. Maar ze hadden toen maar een beperkter gamma in kleuren. En ik had toen de lichtste kleur en die was echt super geel, super oranje, super donker op mij. Dus ja, dat was niet echt een ideale kleur. Ik heb die foundation ook weggegeven aan iemand anders. Ik weet niet wat zij ermee gedaan heeft, maar in ieder geval, ik heb hem niet meer. Maar ze hadden dus nu nieuwere kleurtjes, dus lichtere kleurtjes. En ik ben dus voor de lichtste kleur gegaan. En welke foundation is het nu? Dit is de Milani Conceal & Perfect 2-in-1 of 2-in-1 Foundation plus Concealer. Dit is ook eentje waar dat al heel veel hype vroeger rond was op YouTube. Tati Makeup, wacht, hoe noemt ze nu weer? Tati, je weet wel wie ik bedoel waarschijnlijk. Ik kan even haar naam niet meer bedenken. Zij heeft daar, ik zeg het, dat is nu echt al een tijd geleden, een heel enthousiaste review over gedaan. Ik heb hem toen gekocht, toen was hij te donker. De heel dikke textuur, heel dekkende foundation. En ik hou daar soms van. Waarom? Omdat ik dat gemakkelijk kan verdunnen wanneer ik een minder dekkende foundation wil aanbrengen. Een dunnere foundation, ik bedoel dan van textuur, van dekking, kan je moeilijk. Ja, je kan wel laag na laag aanbrengen, maar dat is ook niet fijn. Dus vandaar dat ik hou van dekkende, dikwijls matte foundations. Dus ja, ik ben benieuwd of deze kleur, ik denk dat die goed gaat zijn. Als ik hem zo bekijk, dan denk ik dat die goed gaat zijn. Maar je moet het natuurlijk altijd even proberen om te weten of het geslaagd is of niet. Dus deze. En dan het laatste product is ook nog van Milani. En dat is een, hoe noemt dit? Ja, Hypnotic Light Holographic Eye Topper. Dus dit. Dit is zo een, je kent de Stila Glitter & Glow en de Shimmer & Glows. En ze hebben, veel andere merken hebben dat ondertussen ook uitgebracht. Van die vloeibare oogschaduws die glans geven, die glitter geven. En Stila had er, Milani heeft er ook een aantal. Ik heb er eentje gekozen om te proberen. Ik wou eigenlijk alle kleurtjes, maar ik dacht eerst eentje proberen om te zien of ik het fijn vind. En dan ooit kan je nog andere kopen. Goed van mij. Oké, maar dus deze. Ik heb dus een rozige kleur gekozen met een, een soort van parelmoerachtige glans. Omdat ik heel veel goud al had, dacht ik van ja, ik ga nu zo wat een rozige kleur kiezen. En ik ben zeer benieuwd naar wat die gaat geven. Ik zie nu al dat er toch ook wel weer redelijk wat goud in zit. Maar het is meer, ja, als ik het nu zo bekijk, is het meer echt, ja, dat goud pinky. Het is echt wel meer roze dan wat ik al heb. Dus ik ben zeer benieuwd naar dit. Dat was het laatste productje dat ik kocht. Wat kreeg ik nog gratis? Ik kreeg nog gratis deze Ofra bronzer. Dit is in Format.
Dit zou ik zelf niet hebben uitgekozen, want zoals je misschien ziet, het is een vrij donkere oranje kleur. Ik zie ook nu al dat er redelijk wat glans in zit. Dus ik weet niet of ik deze ga proberen en testen. Misschien dat ik deze... Ik denk dat ik hier gewoon ga afblijven en dat ik hem ga weggeven aan iemand in mijn omgeving. Meestal als ik daar kom met een grote zak make-up dat ik wegdoe, zijn meestal mensen heel blij. Dus ik geef heel veel make-up ook weg. Dus ik denk dat ik deze ook gewoon ga weggeven aan iemand die er veel meer plezier aan gaat hebben dan ik. Want ik ben niet zo'n grote bronzer fan en dit ziet er niet een kleur uit. En ook niet een textuur uit die ik zelf fijn ga vinden. Dus ik denk niet dat ik deze ga testen. Ik denk dat ik deze gewoon aan iemand in mijn omgeving ga weggeven die er wel veel meer plezier aan gaat hebben. Zo, dit was een veel te lange video voor het beperkt aantal producten dat ik gekocht heb. Jullie kennen mij, of je kent mij misschien nog niet. Het is misschien de eerste video die je van mij ziet. Dan ben je dus gewaarschuwd voor andere video's. Maar diegenen die mij kennen, ik praat enorm graag over make-up. Ik wil altijd alles delen wat ik in mijn hoofd heb. En dat is, eigenlijk is dat nog maar een beperkt aantal dingen dat ik deel. Want ik heb zoveel in mijn hoofd, dat is echt op puur chaos soms. In ieder geval, het is lang genoeg de video. Ik ga jullie laten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik vind het altijd leuk om shoplogs te kijken. Ik vind het nog leuker om zelf te shoppen, uiteraard. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik bedank jullie absoluut weer voor het kijken naar de video. En ik weet ook weer dat er weer heel veel lieve comments gaan zijn waarvoor ik nu al bedankt zeg aan al die lieve subscribers die ik heb. Ben je nog niet geabonneerd? Het is nu de moment. Hier komt een bolletje staan. Druk daarop of daar. Duw daarop, dan ben je geabonneerd. En kijk zeker naar mijn volgende video's. Op woensdag en op zondag post ik altijd een nieuwe video helemaal voor jullie. Bedankt voor het kijken en tot dan. Daag!